Op basisschool De Reigerlaan zijn de docenten vrijdag in het zonnetje gezet. Wethouder Steenbakkers heeft hier het zogenaamde lerarencompliment uitgereikt. Zaterdag is het namelijk de dag van de leraar. Met het oog op de recente protesten voor een verlaging van de werkdruk en het achterblijvende salaris van docenten in het basisonderwijs wilde de gemeente ze een hart onder de riem steken. Ze mogen een dagje naar het Philips Museum. En dat geldt niet alleen voor de docenten van de Reigerlaan, maar voor alle 1500 basisschoolleraren in Eindhoven.